Ja, dit is ook een punt dat Vries, als Asse kan lang maken. Die heeft natuurlijk heel erg kunnen profileren de de geleider van Zeker. Denken op, op de toeslagenaffaire, toeslagenschandaal. de toeslagenschandaal. Die lijn zet u dus voort? Die lijn zet ik voort, maar ja. die strijd gaan we opvoeren. Ja. Want, want, want Hoe heeft gaat u die opvoeren dan? Door daar in ieder geval vocaler in te zijn. Dus ja. ik vind dat wij op onze kernwaarden dat wij mogen laten zien uh, en ook moeten laten horen uh, dat wij bezig zijn met een activistische strijd. Dus dat ja. betekent dat we daar de scherpte in moeten opvoeren. Ja. Ik denk dat we dat ook moeten laten zien in nieuwe. Innovatieve voorstellen om ervoor te zorgen dat we die overheid rechtvaardiger maken en racisme en discriminatie gaan uitbannen. Ja. Nou, daar gaan we fantastische ideeën voor presenteren in ons verkiezingsprogramma. Uh, maar het klopt inderdaad: Farid heeft een heel belangrijk fundament uh, gelegd. Uh, en daar heb ik ontzettend veel respect voor. En dat fundament gaan we ook met elkaar uitbouwen. Ja. Maar toch, dit soort dingen, het is natuurlijk fout... als mensen geprofileerd worden en, en, en alleen maar uitgekozen worden... op basis van hun afkomst. Maar het punt is natuurlijk dat de overheid wel een taak heeft... om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Ook een taak heeft om misstanden in het onderwijs op te sporen. Maar daarbij natuurlijk niet mag discrimineren. W waar zit dan, hoe gaat u dan zeggen, waar zit dan die grens? Nou, de grens zit bij racisme en discriminatie. Ja. En, en, en we zien dat dat... Uh, te veel het geval is geweest, nog meer dan we, dan we dachten. En dat moeten we dus keihard met elkaar gaan aanpakken. Maar bijvoorbeeld als er dan sprake is van uh, allerlei fouten op misstanden in het onderwijs. Bij bijvoorbeeld uh, dat er salafistische zaken worden uh, onderwezen aan leerlingen. Um, is het dan daadwerkelijk te zeggen? We gaan die scholen eens een keer wat, wat nader bekijken. Nou, die... ja, maar ik vind, u, ik vind uw vraag al zo, uh, zo stigmatiserend. Dus u, u, u zegt het is per definitie fout als er zaken die dan te boek staan als salafisme worden onderwezen. Kijk, mm -hmm. ook dat is een heel gecompliceerd. Onderwerp, onderwerp met heel ja. veel nuances. Dus uh, binnen het, uh, het, de stroming van uh, het, wat dan het salafisme genoemd wordt, uh, zijn er heel veel verschillende soorten mensen ja. uh, met heel veel verschillende soorten vormen van hoe je zo'n uh, zo geloof moet aanhangen. En wat u eigenlijk doet nu met uw vraag is een hele ja, stroming die zo te boek staat. En, en de mensen die daartoe behoren, voor de bus gooien en als fout klasse nee, nee, dat zeg ik niet. Maar ik, en, 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 daar, en dat is dus waar ik me tegen verzet. Dat maar als is er misstanden zijn, moeten die wel opgezocht kunnen worden, toch? Maar als er misstanden zijn, hebben we al genoeg instrumenten om die misstanden uh, tegen te gaan met elkaar. Haatzaaien is verboden in de, in de wet. Ja. Als er problemen zijn met de veiligheid, dan hebben we daar onze veiligheidsdiensten voor. Ja. En dan, om dan een soort integratiepolitie in te stellen, wat dus de VVD wil met steun, helaas, van de meerderheid van de Tweede Kamer. met meldpunten om te kijken of mensen wel geïntegreerd genoeg zijn en vervolgens de inspectie erop af te sturen. Ja. Dat is wantrouwen richting Nederlandse moslims. En dat is een voorstel waar wij absoluut tegen zullen strijden. En dat is ook een. Van de reden waarom ik dit wil gaan doen. Ik wil niet in een land leven waarin mijn mede-Nederlanders op basis van zoveel wantrouwen worden bejegend door de overheid. Ja. Waar zit dit? Zit dit het in het bestuur? Zit het in, die, 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 in dat die instituten dit soort ja, systemen hebben waardoor er sprake is soms van institutioneel racisme en discriminatie? Zit dat bij de politiek? Of zit het bij de ambtenarij? Het zit overal. Kijk, het wordt gelegitimeerd door de politiek. Dus ja. de, de politiek, door steeds harder af te geven op mensen met een migratieachtergrond, maar ook uh, Nederlandse moslims, legitimeert dit gedrag. Uh, ja. Mind you, het hele. Uh, begin van die keiharde fraudejacht... waar ook discriminatie uit voortkomt... is gebo geboren uit de ministeriële commissie... fraudebestrijding waar Rutte het aanvoerder van was. Ja. Uh, Rutte is ook zelf veroordeeld... voor rassen, aanzetten tot rassendiscriminatie... In, uh, in het verleden toen die staatssecretaris was. Maar het zit ook in de ambtenarij. Dus we moeten maatregelen nemen... om bijvoorbeeld uh, beroepsmatige discriminatie... bij de overheidswaarde te gaan verstraffen. Wat ja. bestraffen. Wat ons betreft uh, wordt dat verdubbeld. We moeten wat een, wordt er dan verdubbeld? De strafmaat voor, uh, voor beroepsmatige mm -hmm. discriminatie... We moeten een aangifteplicht en een meldplicht gaan invoeren. Ja. bij de overheid. als dat soort dingen gebeuren. Want wat het rare is. als ik in debatten de vraag stel aan de regering. hoeveel sancties zijn er nou eigenlijk uitgedeeld aan mensen die. Die discriminerende algoritme bedacht hebben bij de toeslagenmisdaad, dan krijg ik geen helder antwoord. Hoeveel, hoeveel mensen hebben uh, strafontslag gekregen? Hoeveel mensen hebben een maatregel gekregen? Dus ik zie dat. En wat ook... zou u dan willen horen? U zou willen horen dat ambtenaren van de Belastingdienst, die betrokken waren bij dit soort algoritmen, die betrokken waren bij het toeslagenschandaal, dat die daar bericht voor worden? Nou, op zijn minst bericht. Maar ik zou ook zeggen, op het moment dat je zoiets walgelijks doet, we hebben ook de FSV-lijsten gehad. Daar werden door dus mensen. Uh, Bulgaren, ja, dat is de fraude-signaleringsvoorziening. Fraude ja, heel ingewikkeld, maar dat waren lijsten waar mensen op stonden. Ja, ja. Vers verschrikkelijk. Daar werden Onterecht in veel gevallen. Ja. Bulgaren-lijsten, daar werden mensen geregistreerd... omdat ze een donatie deden aan, aan moskeeën. Er werden ja. mensen op uiterlijke kenmerken op lijsten gezet. Wat mij betreft, als je zo'n lijst uh, maakt, dan vlieg je er gewoon uit. Dus dan, 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 dan moet er gewoon standaard strafontslag op uh, volgen. Ja. Maar ik, ik krijg daar... Zo weinig antwoorden op of mensen daar überhaupt wel gevolgen van ondervinden. Want ik denk, dus die was. mensen werken wellicht nog bij de belastingdienst. Werken wellicht nog. En we hebben ook bij Vertrouwt de. Trouwt u dan de belastingdienst nog bijvoorbeeld? Ik heb, ik, heb wel, ik heb wel vertrouwen in de Nederlandse overheid. In die zin uh, dat ik er niet van uitga dat per definitie iedereen bij de overheid erop uit is om mensen te discrimineren. Maar wat ik wel zie is dat er in beleid, ja. maar ook in uh, gevallen waarbij we constateren dat mensen dat willen doen, dat het. Te zacht wordt opgetreden. En dat schaadt het vertrouwen in de overheid. En dat moeten we kenteren met elkaar. Notabene: recentelijk nog was het zo dat een agent die veroordeeld was voor discriminatie. Ja. Promotie zou krijgen met een baantje bij de vreemdelingenpolitie. En pas na maatschappelijke ophef werd dat weer ingetrokken. En dan denk ik, nou, dan, 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 dan is er echt, echt sprake van, van, van gewoon rot. En dit is dus aan het, het verhaal hele verhaal. de verkiezingen, eigenlijk al langer het verhaal, maar dit is het centrale verhaal: van denk is... dit moet bij die overheid eruit. Dit moet bij die overheid eruit, maar dit ja. moet ook uit de samenleving. Ja. Het, het begint bij de overheid, want de ja. overheid moet het goede voorbeeld nemen. Maar we moeten ook de strijd tegen racisme en discriminatie in de samenleving gaan opvoeren. Natuurlijk. Is dat erger geworden de laatste jaren? ik merk dat dat erger is geworden en waar merkt u dat aan? Dat zie ik aan de statistieken, uh, omdat we zien dat uh, na de corona uh, crisis uh, de meldingen van discriminatie dat die zijn toegenomen en uh, ja. mensen voelden zich uh, in die crisis op de een of andere manier meer uitgesloten. Ja. Uh, maar ik zie ook dat, het steeds, dat we steeds meer gevallen tegenkomen waarbij het zichtbaar wordt. Dus bijvoorbeeld de systematische discriminatie van mensen op de uh, op de woningmarkt met een andere afkomst. Het is ook pas Vrij recent in de afgelopen jaren dat we dat met herhaald onderzoek zien: dat keer op keer een overgrote meerderheid van Nederlandse makelaars zegt: als iemand vraagt: ik wil geen Marokkaanse Nederlander in mijn huis, dat zo'n zo makelaar zegt ja. Dus ik zie het vooral ook in uh, al die bewijzen die aangeven dat er sprake is van zoiets als we noemen institutioneel racisme. Dat ja. zit overal in onze instituten.